Ja. In maart zei je op een persconferentie um, dat je uh, blij was dat de audio's weer terug is. Hoe lang ja. had je hem gemist? Poeh, nou, dat denk ik wel een jaar of vijf. Mijn laatste overwinning was in 2018 ja. in Oman. Die, die zagen we hier niet: maar dat was mijn laatste overwinning. En daarna is er eigenlijk het uh, alleen maar bergafwaarts gegaan. En, uh... Ja, was het voor het eerst in Maardak in, ja, twee, twee keer derde werd. en ik zat twee keer dicht bij de overwinning. Dit ja, natuurlijk jaar, Natuurlijk wil je ja. winnen, maar in golf is een derde plek ook gewoon, gewoon heel goed. En dat zijn weer resultaten waar je dan weer mee verder kan. En ja. uh, dat was voor het eerst dat ik echt weer vlagen zag van die oude Joost, uh, die is er weer. Ja. En dat geeft vertrouwen natuurlijk. En uh, je moest even echt heel diep uh, de bodem uh, raken. Jij kreeg last van een uh, chip, Jip. Ja. Wat is dat? Ja, het is eigenlijk een, uh, een mentaal probleem. En dat wordt zo erg dat het, 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 de, ja, je hersenen eigenlijk de spieren niet meer op de juiste manier kunnen aansturen. En net voordat ik eigenlijk die bal moest rapen, raken. en ik had het met een bepaald schot in, in golf, de noemen we de chip. Dat is een gevoelsschot van binnen de 50 meter. Eigenlijk een hele korte, hele kleine beweging. Maar net voordat ik de bal raakte, was het, was het gewoon een, een, een schrikbeweging. Een, 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 een hik, zeg maar. Wat gebeurt er? Want je ik, hebt het zo vaak gedaan. Ik miste gewoon de bal. Je hebt het zo duizenden keren gedaan. Ja. En dan denk je van net als goed, je wil je schaatsen of gitaar spelen. Of... Ja, kijk, zoiets begint het heel langzaam. Ja, het begon, begon heel langzaam dat het een keer gebeurt. Maar goed, ja, okay, dat kan. je kan wel een keer een mindere bal slaan, dat doet iedereen wel eens. Dus dan, dan ben je er nog niet zo mee bezig. Maar op een gegeven moment uh, ging, het, ging het steeds vaker gebeuren. En dan bouwt zoiets op. En doordat zoiets... Ik knap onzeker. Ja, maar doordat het dus zo opbouwt, ben je er ook alleen maar mee bezig. En dus voed je die onzekerheid alleen nog maar meer. Ja, het werd bijna een obsessie, hè? Ja, ik, ik sliep niet meer. Ik stond s'nachts om drie uur naast mijn bed, stond ik die chipbeweging te maken. Overdag zat ik op YouTube te kijken: van... Uh, hoe moet, uh, wat moet ik veranderen? Hoe moet ik chippen? Ja. En, en, en dan, dan, dan in de trainingen zelf... ging het vaak goed. Maar ja, eigenlijk ondertussen in het oog van uh, de camera ja. en de toeschouwers. Ja. Loop je gewoon weer helemaal de, vast. De jip is echt onder druk. Oh, hè? De stress van het presteren. Dat de ene moment in de wedstrijd dat het moet gebeuren, ja, dan, dan, dan was hij er niet. En nee. dan miste ik gewoon die bal. Ja, als dat dan één of twee keer gebeurt, dan word je zo onzeker. En op ja. een gegeven moment begin je ook te schamen voor, voor wat je als professional laat zien. Ja.